Wou je erbij komen? Nou, dan kom je er even bij. Zo, oei, ja, ja. Zo, hè. Zeg maar dag allemaal. Fijne maandag. Fijne maandag. Ja. Moet je ruiken? Nou, er valt niks te ruiken, hoor. Nou, weer eraf. Doei. Dus ja, het zonnetje schijnt, want ik heb er last van. Ik ben bezig met die vlog waar ik gisteren mee bezig was. Die had eigenlijk al op YouTube moeten staan. Maar ik kan amper wat zien met die zon. Wat dan? Rijk hem al kind, hè? Rijk is hem al meisje. Rijk is hem al meisje. Kiekeboe. Hoi, hij is zo de middeltje. Een hele goede morgen, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Want ja, daar zijn jullie gewoon weer bij aanbeland. Het is vandaag reeds alweer maandag, de 14e van de 11e 2022 en we leven alweer om 11 uur 43. Ik ben er al geruime tijd uit. Ja, want er is ook nog weer iemand hier ook druk voor mij bezig muisjes schoon te maken. En dat is niemand anders dan onze Wilma. Ja. Ook heb ik Elwing buiten aan het blazen geweest met die hondenfeun enzovoort. Rijka loopt er voor weg. Ja, maar ja, het maakt niet uit, Rijka, dat kan ik ook even met een kammetje doen. Hè? Ja nou? Ja, hè? Ja, ik kan jou met een kammetje doen, hè, meis? Wou je erbij komen? Nou, dan kom je er even bij, hè. Zo, oei, ja, ja. Zo, hè. Zeg maar dag allemaal. Fijne maandag. Fijne maandag. Ja. Moet je ruiken? Nou, er valt niks te ruiken, hoor. Nou, weer eraf. Doei. Dus ja, het zonnetje schijnt, want ik heb er last van. Ik ben bezig met die vlog waar ik gisteren mee bezig was. Die had eigenlijk al op YouTube moeten staan. Maar ik kan amper wat zien met die zon. Ja, kan je nagaan. Niet zo fijn, nee. Maar ja, kan er niks aan doen. Kan de pret niet drukken. We gaan gewoon gezellig door. Ook hebben we de nieuwe kerstboxen met spullen erin naar beneden gehaald en de lege naar boven gebracht. Dus daar ben ik ook weer blij mee. Dus we kunnen lekker ermee verder gaan. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van het prachtige mooie weer, maar geniet ook zeker weer met ons mee. Zo, lieve vrienden. Ja, ik ben druk bezig geweest. Jullie weten dat ik eerst niks kon zien op de computer vanwege het zonnetje, maar toch heb ik het allemaal voor elkaar gekregen. Ik heb de vlog van vandaag ook alweer gemaakt en ik probeer er nog één, dan loop ik weer even eentje vooruit. Maar in ieder geval, de tweede is nou bezig naar YouTube te gaan en die van gisteren staat er al op, dus wat dat er gaat ben ik blij. Ook is de naaimachine al opgeruimd, zoals jullie al wel al zien op de tafel, want hij is weg. Ook het kantenkleedhek eraf gehaald. Ook dat is weg. Heb ik wat meer ruimte, heb ik wat meer te doen om iets klaar te maken voor de kerst. Misschien ga ik daar straks ook wel weer mee verder, maar ik ga zo meteen eerst mijn meisjes weer uitlaten. Want ja, het was er nog bij tijd dat ik met ze ging en het wordt hoog tijd dat ze weer gaan. En ja, die klok, ik weet niet of die voor is. Ja, 3 minuten. Ja, nee, achter. Hè? Oh, oké. Okay. Ja, tuurlijk klopt die achter dan. Het is 4:03 op de computer. Dus ja, we gaan straks eerst lekker met ze lopen. Ook wordt vanavond de collectorbus opgehaald. Dus ja, ik ben helemaal wat dat. Dan gaat er weer er blij mee. En mijn huisje is tot zover weer schoon. Ja, ook daar ben ik weer blij mee. Dus ze is echt een kanjertje. Ja, ze doet het goed. Ze zegt, ja, ik ben goed voor mijn eigen huis. En zoals ik het in mijn eigen huis doe, doe ik het ook bij een ander in huis. Ja, ze gaat zelfs op de knieën zitten en al, weet je.
Oké, ja, je hebt maar één stel knieën, zeg ik dan. Denk er wel om. Maar in ieder geval, ik ga zo meteen even met ze lopen. En als ik al wat zie, dan heb ik mijn mobiel bij me. Dus dat komt wel goed. Maar ja, meestal zie ik niks. Ja, ze waren vanochtend allemaal weer bezig met een... zo'n schep, zo'n ding, weet ik veel, hoe moet je zoiets noemen. Ze pakken zand op en dat verplaatsen ze weer naar een andere kant. Ik begrijp er helemaal niks van bij dat braakliggende terrein. Want eerst maken ze een hele grote kuil, een vierkante kuil. En dat blijft zo'n tijdje liggen. En... dan leggen ook rioleringsbuizen. Nou, daar hebben ze niks mee gedaan. Dat ligt daar gewoon te leggen. En nou wordt dus die vierkante kuil, daar waren ze nou weer mee bezig om het dicht te maken. En dan denk ik ook van ja, hallo, werken jullie van de wal in de sloot of zo? Waarom gebeurt dit? Ja, ik denk, doe je ding, maar het lijkt me zo overbodig allemaal. Is een kuil maken voor, ja, weet ik van wat, want er gebeurt niks. En dan weer dichten. Hallo? Legt het aan bij mij of ben ik gek? Ja, goed, ik knap ben ik, hopelijk. Maar ik bedoel, gek in de zin van, hè? Ik denk, nou, ik begrijp hier niks van, hoor. Eerst hebben ze dus een vierkant gat gemaakt. Hè, wel, dat gat was ook eigenlijk zo goed als vlak. Maar er werd niks mee gedaan en nou is het dichtgemaakt. Ja, het zal me een worst wezen, maar ik begrijp dat niet, nee. Maar we wachten het af, ja, enkel om dat zand te verplaatsen van de ene plek naar de andere plek en dan weer terug te doen, dat hoef ik niet te veranderen, want dat vind ik onzin. Ja, dat vind ik gewoon dikke bullshit onzin. Mijn meisje! Mijn meisje! Hebben ze mijn kind? Wat? Wat? Wat dan? Wat dan? Rijke mijn kind, hè? Rijke is een mijn meisje. Rijke is een mijn meisje. Kiekeboe. Hoi. Hij is zo de middeltje. Ben een lekker ding jij. Ja. Yeah. Een moppie. Mal beestje. Mal beestje. Met een mal beestje. Mijn beauty, hè, mijn mooie meid. Toch? Ja, we hebben eraf geblazen, maar er zit nog veel meer losse haar. Maar ik denk dat het wel even zal schelen. Van de week maar weer eens een keer doen. En dan wel hopen dat het mooi weer blijft. Hé? Ja nou? Ja? Maletrien. Maletrien. Poefie. Hé? Jo? Is je poefie? Ja, lieve vrienden. Zo is het nog maar weer net, hè? Ja. Ja, echt waar. Zo is het weer net. Oh, hij is al de HD aan het verwerken, de tweede. Die ik gisteren, vannacht eigenlijk online had moeten hebben. Nou, die staat er dus ook al. Die is voor morgen en deze is voor overmorgen. Die ik vannacht online had willen hebben, die komt
de 15e dus. Die ik nou heb gemaakt, komt de 16e. Dus ja. Komt helemaal goed, lieve vrienden. Ik hou gewoon vol goede moed. Ja! Zo, lieve vrienden, ik ben al een heel eind gekomen. Ook met de slingers door de kamer heen. Totdat er op het raam werd geklopt. De honden kregen de schuld. En ik deed al zo zachtjes mogelijk. Ik liep als het ware al op mijn tenen, maar ja, dat doe ik al meer dan een jaar, wel drie jaar of zoiets. Kwam de buurman. Die dacht eerst dat de meiden het deden met een bot, maar ze hebben geen bot. Ik denk, ja, dat is die ladder, die stoot ik per ongeluk wel eens tegen de stoel aan of tegen de muur aan, weet je, dat gebeurt me wel eens. Maar het was nog geen 10 uur, maar lang niet. Het was 9:15, 9:50. Komt ie? Ik denk, ja, hallo, ik wil bezig, weet je. Nou ja, ik ben doorgegaan tot 10 uur, ik denk, bekijk het maar. Maar ik wil niet in de troep blijven zitten vanavond. En morgen kan ik niet verder, want morgen krijg ik bezoek. Mary die komt, mijn begeleider Erwin die komt. Ik moet morgenmiddag vierhuizen zitten, dus ja, ik heb het druk. En dan kom ik er ook niet aan toe. Dus ja, ik weet het niet. Die man die heeft clusterhoofdpijn, maar clusterhoofdpijn als je dat hebt, dan wil je dood. Ja, dan wil je zelfmoord gaan plegen. Dat doet hij niet. Nee, daar praat hij ook niet over dat hij dat wil of wat dan ook. En anders moet hij mijn oordopjes of zo kopen en die erin doen. Maar ik wil wel leven. Ik ben geen robot. Die uit kan zetten en stil kan laten staan of stil kan laten zitten. Ik ben een mens en een mens leeft. Ja toch, kan er ook niks aan doen. Ja, en dat ik eens een keer ergens tegenaan sta, kan ik ook niks aan doen. Dat er geen ondervloer onder mijn grond ligt, kan ik ook niks aan doen. Want we hebben daar het geld niet voor. En toen niet en nu nog niet. Dus ja, kan er niks aan doen, buur. Ja, I'm so sorry. En ik wil toch leven. Doe jij ook. Dus ik ook. Dus, maar in ieder geval, ik ga mijn bedje opzoeken. Dus ik wens jullie allemaal welterusten, slaap lekker met mooie dromen. En uiteraard morgen weer gezond uit je bed zien te komen. En ja, jij ook, buur. Probeer eventjes je eigen eroverheen te zetten. En ja, ik heb een trippelstoel om te gebruiken. En als ik mijn beide handen moet gebruiken, dan moet ik wel in een trippelstoel. En dan kan je wel zeggen van met een rollator. Nee, want dan trilt eraf. Ja, dat gaat niet. En vooral breekbare spullen niet. Kijk, ik kijk wel lekker uit wat dat er gaat. Nee. Ik heb een trippelstoel om te gebruiken en mijn rollator is voor buiten. Dat ruikt ook nog. Gebruiken en buiten. Ja, nou ja, bijna. Ja, het klinkt als. Dus ja. In ieder geval, ik zou zeggen, nogmaals, lekker slapen en tot aan de andere kant van de nacht.